Welkom bij onze nieuwe van de familie Maukjes. Welkom. Het is vandaag vrijdagochtend. Welkom. Welkom. En jullie gaan dadelijk lekker naar school, hè? Ja. En Tabi kijken. Tabi is nog televisie aan het kijken, hij ja. Hij moet geen pyjama aan. Nee, hij moet nog de kleertjes aan, hè? Dat gaat mama zo meteen doen. En het wordt vandaag een hele warme dag, hè? Wat is hij aan? Hij heeft nog geen kleertjes aan. Het wordt vandaag een hele warme dag, hè? Ja. En mama, kijk. Ik heb het baby! Ja. We hebben bijna dezelfde haar, want we hebben knotje. En we hebben deze zelfde en deze bijna en deze bijna. Ja. Super. En vandaag gaan we even de dokter bellen, Shaliza. Want Shaliza heeft heel veel watervrotjes, hè? Dat hadden we al eens verteld. Alleen nu is er één watervrotje. Dochter! Dat is heel erg ontstoken. Dus ik ga dadelijk even bellen. Ja, het is ontstoken daar. En dat is niet goed, want dat is helemaal. Dochter! Doe! Ja, wij gaan naar de dokter toe. Maar we gaan dadelijk even snel bellen. Elisje mag al bijna bij mij school. Ja. Shaliza is inderdaad aangemeld hè, voor de Peuterspeelzaal. Kan Shaliza ook naar school? Vind je bij Tabi school leuker? Is al aangemeld. Ja, ze is al aangemeld. Hè. Mag dat? Ja, ze moeten mij nog bellen hè, wanneer ze kan beginnen. Ja. Doei. Doei, doei. Doei. Hoe heet jij? Hoe heet jij? Hoe heet jij? Hoe heet jij? Mijn zus daar. Mijn zus daar. Hoe heet jij? Shaliza, hoe heet jij? Oeh, hele mooie fles. Heb jij gekregen, hè? Ja. Nou, wij zijn net terug. Wij hebben Chas mee weggebracht en Tabi. En Jax ligt nog lekker te slapen in de bakfiets. En die krijgt zo lekker zijn flesje, hè? Auwe, kieren, daar! Nou, schatje, wat je gevallen? Kijk je. Kijk je dan. Laat mama zien. Oh nee, niet aankomen. Het doet pijn. Ja, de vorige keer hè, toen je buiten was. Wat heb je met het dekentje gedaan? Heb je die op de grond gelegd? Ja. Hé, hey, gekkie. Mijn nog daar op de achterdeur. Oh. Oké. Okay. Ja, meisje. Ja, jij bent snel hoor. Nou, het is 12 uur. Ik heb net even lekker de huishoudelijke taken gedaan. Lekker gepoetst. Alles is weer fris en schoon. Shaliza zit lekker televisie te kijken. En Tabi en Jasmine zijn natuurlijk nog op school. En Jax krijgt lekker zijn flesje. Jax doet het echt super goed. Hij is gisteren naar het consultatiebureau geweest en ik was bijna 5 kilo en 53,5 centimeter. Hij kreeg eigenlijk voor mij de laatste tijd al wat meer in de flesjes en ik dacht dat dat eigenlijk te veel was. Maar goed, ik denk ja, je gaat hem natuurlijk in honger laten lijden. Dus nu kreeg ik gisteren te horen dat het gewoon oké was, dat het gewoon kon. Dus dat is ook alweer veranderd. Want ik kan me herinneren dat bij Jasmine, ja, Tabi en Shaliza eigenlijk ik altijd op mijn donder kreeg. Maar goed, weet je, je kijkt ook naar de behoeften van je kleintje. En ik vind gewoon als hij honger heeft, ja, dan moet hij gewoon drinken. Natuurlijk moet je niet over de liter komen, omdat dat niet goed is voor de niertjes. Hè? Als ze meer vocht krijgen dan 1 liter op een dag, op 24 uur. Maar ja, dat is in zijn geval helemaal niet. Hij komt nu op 810 cc, dus... Ja, dat is helemaal prima. We zijn wel echt gewoon gezegend met zo'n tevreden kindje.
Hij slaapt echt super goed en is gewoon super, ja, super tevreden. Hij voelt zich gewoon hartstikke goed. Nu gaven ze wel gisteren aan dat Jack zijn sleutelbeen gebroken heeft bij de geboorte. Dat kunnen ze dan zien omdat er in de schouder of ja, het sleutelbeen een bobbeltje is ontstaan. En die bobbel, dat wil eigenlijk zeggen dat die breuk genezen is. En dat is dan gelukkig het geval. Hij heeft er verder nu ook helemaal geen last van. Maar natuurlijk schrok ik wel, want ja, ik bedoel, breek maar eens even je sleutelbeen. Hè? Vooral voor een babytje, ik vind het gewoon hartstikke zielig en sneu. En ik vond het wel vervelend dat wij dat dan nu pas te horen kregen. En dat we dat dan eigenlijk niet meteen geweten hebben. Want ik kan me herinneren dat in de tweede week of zo, hè? Of ja, ergens rondom die periode, dan gaan ze wat meer bewegingen maken met hun armen en zo. Tenminste, dat viel me op bij Jax. En die week sliep hij in die nacht echt gewoon niet goed. Hij werd heel vaak wakker en ja, was gewoon niet in slaap te krijgen eigenlijk. Dat ik eigenlijk dacht van ja, wat is dit? Want eerst liep hij natuurlijk super goed en had hij nergens last van en alles ging prima. En toen kwam dat in één keer. En na die week was dat eigenlijk ook alweer weg. Dus nu denk ik natuurlijk dat omdat hij meer bewegingen maakte, hij natuurlijk echt wel iets ervan gevoeld heeft. En ja, hun bewegen natuurlijk nog ongecontroleerd in de slaap en zo. En ik denk gewoon dat ja, op zo'n moment dat hij dan zo'n beweging maakt, hij dat voelt en daar natuurlijk wakker van wordt. Maar ja, goed, uiteindelijk is alles goed gekomen en is super gewoon gelukkig goed genezen. En ja, Shelisa heeft dat ook. Die is een keer in de tuin gevallen afgelopen jaar bij mijn moeder. En toen kon ze dat armpje niet bewegen. En toen dachten ze op dat moment dat het een breuk was. Uiteindelijk, ja, na een dag kon ze er eigenlijk alweer bijna alles mee. Dus dat kon niet, want dan kan je dat niet. Maar ze zagen die bobbel en toen vroegen ze dus, heeft zij haar sleutelbeen ooit gebroken of bij de geboorte? Ja, en ik zei ja, nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, daar ben ik nooit over geïnformeerd. En nu ga je natuurlijk wel een beetje terugdenken. En ja, blijkt dus ook dat zij dat ook gehad heeft bij de geboorte. Maar ik weet ook bij Jax dat ze tijdens de bevalling ook nog een echo hebben gemaakt en zo. Om te kijken met naar welke zijde hij met zijn rugje lag. En toen ik dan eindelijk haar mocht gaan persen en zo, ja, toen gaven ze ook wel aan van nu moet je echt even stoppen, want we hebben deze wee nodig om hem volledig geboren te laten worden. Dus ik denk ook wel gewoon dat dat allemaal een beetje samenhangt. Maar ja, goed. Ja, het is allemaal goed gekomen met deze lieve knappert. En mama is super trots op hem. Nou, we zijn even in de winkel, hè, Lies? Ik wil die. Nee, die niet. Kom. Je wou een broodje. Welk broodje wil je? Wil je hem eruit halen? Ja. Shelisa, kom. Nou, gooi erin. Doe hem erin. Kijk, een poepie. Wat heb jij dan gepakt? Dat is goed voor je billen, lief. Kijk, een ballina bal. Die laat ze lekker, hè? Ja. Bobkontje, wat moet er nog fruitjes mee? Kom, Jess, kom. We nog eventjes wat bananen halen. Mijn naam, ik hou naam. Ik hou naam. Wacht even, schatje. Wacht, nee, niet aan het trekken. Ik wil naar. Heb je nog watermeloentje? Nee, deze. Mama. Deze, kijk, dat zijn er een hoop. Chavi lust ook graag bananen. Ik wil een gekker. Ja, schatje. Nee, die is in een gatje gevallen. Waar zit die dan? Je kijkt dan snel. Ja, ik hou het niet meer, hè?
Wow, ik heb een knekker. Ja, ik heb toch thuis zo'n grote knekker gevonden. Knekker. Die grote. Laat maar liggen, laat liggen. Kom, laat liggen, dames. Kom, niet doen. Dat moet je niet doen. Nou, willen jullie ook nog een bakje aardbeien? Ja, aardbeien! Die eten ze echt in één dag op, hè? Laat liggen, Liesje, nou. Jasmin, wat had ik gezegd? Niet doen. Kom, gaan we verder. Mama moet nog appels. Appels moeten we nog. Mama, ik wil Giga voor school maanden. Nog dat aan? Nee, dat hoeft niet. Kom, dat zijn allemaal chocoladekoekjes. Mama, ik wil je nog iets vertellen. Weet je wat van juffrouw Moes? Ik zei je juffrouw. Wij hebben thuis zo'n ijskomman karretje. Die moet je meenemen, want het is dan thema. Het is dan thema. Nee, schat, echt terug. Dan is het thema. Nee. Terugleggen. Ja, dan is het thema. Thema zomer of zo? Ja, thema zomer. Oh. En dan kan je ijsjes eten zo. Nou, dan gaan we even appen te pakken. En dan moeten we die meenemen, ja? Ja. Heb je Giza? Zo, we zijn net klaar bij de Lidl. Mm-hmm. En nu gaan we naar huis, Eva. Ja, wat had je gepakt? Een Berliner bolle. Wij mogen samen delen, maar ik heb deze. Oh, je hebt zo'n lekker frikandellenbroodje. Ik die. Lekker, lekker. Lekker, schatjes. Het is wel echt lekker weer, of niet? Het was niet meer lente, het is nu zomer. Ja. Het was heel snel zomer. Ja, nu wordt het eindelijk wel gewoon steeds lekker warm weer. Hè? Kun je hier ook fijn zomerkleding aan? En als de tuin klaar is, kunnen we ook lekker in de tuin zitten, hè? Ja, dat wordt pas genieten. En ook zwemmen. En ik krijg een hele grote zwemmen. Ja. En Kane en baby mama, baby! Ja, baby Jacks kunnen we wel een beetje nat maken, ja. Hoi, moet opstaan. Kijk hoe je ligt te slapen. Ik ga altijd naar één kantje toe. Hoi, schatje. Hoi, kereltje. Heb je lekker geslapen? Gaan we lekker eten, kerel? Hij heeft heel lang geslapen. En hij is nog steeds niet klaar met slapen. Jaxie. Kereltje. Schatje. Oh, hij ligt zo lief te slapen. Nu ga ik hem lekker de fles geven. Wat schatje. Weet je welke van Charlie is? Ik denk de blauwe. Ja, de blauwe. En die is van Lies. Ja. En ik heb een grote... die nog van Jax. Ja. Van Jax en Bijbel. Bedankt voor het geven. Onderweg, en Susie. Papa? Ja? En je watermeloen niet eten, weet je waarom niet? Of mag je wel eten? Nee, die watermeloen is voor school. Oh, wil je die op school meenemen? Maar we kunnen toch nieuw halen, dan is die misschien niet meer goed, schat. Jorik? Kindjes? Oké. Okay. Geef mij maar die kleren en dan ga jij lekker slapen. Wait. Laat mama die strijken. Ja, kusje. Love you.